Bolivia. Tijdens mijn reis door Zuid-Amerika bezocht ik het mooie Bolivia. Dit land is prachtig, heeft een bijzonder divers landschap en een rijke geschiedenis. We beginnen de reis in Copacabana, een klein stadje gelegen aan het grootste meer van Zuid-Amerika, genaamd het Titicaca-meer. Het meer ligt 3812 meter boven de zeespiegel en is het hoogst commercieel aanvaardbare meer ter wereld. Als je in Bolivia bent, waai je terug in de tijd. Overal zie je traditionele klederdracht en nergens in het land is een winkelketen te kennen. Dit komt vooral doordat Bolivianen hun eigen economie beschermen. Ze maken dus bijna alles zelf. Boliviaanse mensen zijn erg bijgelovig. Hier zie je hoe ze deze auto's met een ritueel zegenen. Een spiritueel persoon besprenkelt de auto's met alcohol. Hierdoor geloven Bolivianen dat de auto's veilig zijn en er geen ongelukken meer kunnen gebeuren. Dit schattige katje was een bewoner van het restaurant waar we 's avonds gingen eten. We nemen de veerboot op weg naar La Paz. Op de boot is een hele schattige puppy. Als we weer bij de auto aankomen, komt een andere hond de auto binnen. Hij wil iets lekkers en we krijgen hem bijna niet weg. Het bijzondere La Paz ligt op 3600 meter hoogte en heeft 1 miljoen inwoners. Het is niet de officiële hoofdstad van Bolivia, maar de regering is hier wel gevestigd. Omdat er veel hoogteverschillen in de stad zijn, is een handig systeem in de stad toegepast met kabelbanen. Tijdens ons bezoek aan de stad gaan we naar de Moon Valley, wat een landschap zoals de maan is. Onze gids vertelde ons dat het erg gevaarlijk is en dat er wel eens mensen in de gaten zijn verdwenen. Sucre is de hoofdstad van Bolivia. Deze prachtige witte stad wordt ook wel La Ciudad Más Blanca America genoemd. Vanwege de witte Spaanse koloniale architectuur. Wij bezoeken het prachtige klooster La Recoleta. Met een bijzonder uitzicht over de stad. De hond Francesco volgt ons en blijft trouw wachten buiten. Hier spelen kinderen van een weeshuis buiten samen voetbal. In Bolivia wordt veel textiel met de hand gemaakt. Het duurt ongeveer 3 maanden, 8 uur per dag om een kleed te voltooien. Hier zie je weer een van de vele protesten.
Dit was ook een avontuur. Paardrijden met gevaar voor eigen leven. Wat opviel was hoe vervuild de omgeving was en hoeveel zwerfdieren er leefden. Vooral kwamen er heel veel schattige lieve hondjes achter ons aan. Na een busrit van 3 uur komen we aan in Potosia, in mijn stad. Er is een staking aan de gang en de bus komt niet verder doordat alle voertuigen de stad blokkeren. We moeten dus op de voet verder naar ons hotel. How are you feeling? So excited for this walk. I'm just pumped. I'm about to be breathless. Potosi claimt de hoogste stad ter wereld te zijn. De stad is erg bekend geworden door de ontdekking van zilvererts in Cerro Rico in 1544. Er wordt gezegd dat er zoveel zilver uit de mijn gehaald is dat je van Potosi tot Spanje een zilveren brug kunt bouwen. Op dit moment is de mijn bijna volledig uitgeput. Mijnwerkers gebruiken coca-bladeren om de werkdag door te komen. Die troffen een parade met dansende schoolkinderen aan. Verder op weg naar de zoutvlakkes van Salar de Uyuni. Het stadje Uyuni is erg armoedig en het ziet er ook erg armoedig uit. Het voelde nog niet super veilig 's avonds. We zoeken eerst nog Cementerio de Trenes en de dag erna gaan we naar het natuurgebied en richting Chili. As you can see, they have some gas actually to attach to this pipe that you're seeing. They set up fire, and with the hand, they are going to close the bags like this.
Salar de Uyuni is werelds grootste zuidvlakte met een oppervlakte van 10.582 vierkante kilometer. De zuidvlaktes bevatten naast zout ook nog enorme hoeveelheden lithium dat gebruikt wordt voor accu's en batterijen. Wij bezoeken de zuidvlaktes in het droge seizoen, maar tijdens het regenseizoen heb je een prachtige weerspiegeling. In het midden van de vlakte is een eiland vol met cactussen. De grootste cactus die je kunt vinden is 12 meter lang. De cactussen groeien 1 centimeter per jaar, dus reken maar uit hoe oud sommige zijn. De dag erna is tijd voor flamingo's. In dit natuurgebied schuilen 3 van de 6 flamingo-soorten ter wereld. De Chileense flamingo, de Andes flamingo en de bedreigde James flamingo. In Laguna, Colorado, het meer tussen Bolivia en Chili, zitten algen waardoor het meer rood kan kleuren. Ook zijn er tal van warmtebronnen en geizers te vinden in het gebied. Thank you.
In de volgende video laat ik jullie San Pedro de Atacama in Chili zien. En daarnaast laat ik jullie ook een prachtig land zien, Argentinië, met een van mijn favoriete steden, Buenos Aires.